Yo, kijkers van Wazekker, welkom bij een nieuwe serie in een, of een oude serie in een nieuw jasje. We zijn hier vandaag op Rivendell. En we hebben een, het dwergje meegenomen. Hallo. Mm-hmm. Staat naast mij. Wie ben jij? Oh, ik ben Henk. Henk? Ik leef onder een steen. Nou, welkom Henk in Rivendell. En ik heb een vlaggie. Je hebt een vlaggetje. Hallo. Zo, ziet er goed uit vandaag, ben je toch geknapperd? Ja, jij ziet er niet uit, Leon. Gadverdamme, man. Nou, weet je dat we daar even verandering in gaan brengen? We gaan gewoon even... Kijk, doen we gewoon dit. Zo. Zo, ja, kijk. En dan doen we die aan. Voilà. Ben ik nou mooi? Ben ik mooi? Je doet mijn kleren ook wel even aan. Doe jij kleren maar eens aan. Ja. Hey, meneer Mifril, of niet? Mhm. Nou goed, maar Dennis. We zijn hier in een nieuwe serie. Vanuit een oud jasje in een nieuw jasje. We zitten hier in Rivendell. Maar we gaan vandaag lekker met elkaar bouwen. Heb je daar zin in? Ja. Ja. Ik denk dat het onderhand al een jaar en vijf maanden... Nee, niet vijf maanden, dat is zo gezegd. Sowieso langer dan een jaar geleden is weer dat wij gebouwd hebben. Dat denk ik ook wel, ja. Het is echt wel weer een tijdje terug. Even denken, niet afgelopen, niet vorig jaar december, maar december daarvoor, toen was ik Xera gejoined. Toen ben je in de loop van dat jaar ben je ergens gestopt. Ja, vorig jaar... Vorig jaar, een jaar daarvoor nog. Ik ben een jaar, iets langer dan een jaar geleden ben ik gestopt. Het is nou, ik denk in juli, want toen begon ik met werken. Het is nou augustus, dus ja, iets langer dan een jaar. Maar ja, we hebben dit alweer een tijd niet gedaan. Nope. Maar we gaan vandaag aan de slag. En mij leek het wel leuk om samen met Dennis zeg maar de brug weer te gaan bouwen. Want voor iedereen die nou kijkt, het is nou niet echt meer de oude landscape die je zeg maar in de afleveringen van Dennis kon zien. Want we hebben nou zeg maar dit al gebouwd. Dit hebben we al gemaakt op Dennis' kanaal. Linkje staat in de beschrijving naar de playlist. En dan kan je dus zeg maar ook al deze video's weer terugkijken. We hebben eerder al met Dennis Helm's Deep gebouwd. En voor hem hebben we dan zeg maar de Rivendell Let's Builds gedaan. Maar we wilden toch alweer even doorstarten. En toen dacht ik van ja, laten we maar gewoon op mijn kanaal doen. Op Dennis' kanaal kan je in ieder geval nog hele nieuwe survival video's zien. En livestreams van deze server. Linkje staat trouwens ook in de beschrijving, dus wil jij meedoen, je kan gewoon joinen. Je moet even de Discord joinen, dan kan je aangeven in welke realm je wil. En dan kan je daar ingezet worden en dan kan je lekker spelen, toch? Of welke realm je wil starten, dat kan allemaal. Yes. Ja, er zijn allemaal regels voor en dan moet je dus even op de Discord. En dan kan je gewoon de vragen stellen aan Dennis. Mm-hmm. En we gaan vandaag een brug bouwen, Dennis. Moet hij niet eigenlijk hier een beetje rechtop aansluiten? Moet hij niet een beetje rond, inderdaad. Hij moet gebogen gebouwd, Leon, worden. Ja, heb je goed aangenomen. We zullen dus eens blokjes gaan kiezen, man. Want godsamme, wat hebben we voor de veel keuze? Yes. Ik zie in ieder geval Galadrian Brick. Galadrian Brick Stairs. Misschien slabs ook handig. Ik weet niet zeker, Dennis. Is het verstandig zo? Ik ben ook even aan het koekloeren. Ik zie High Elven. High Elven? Wall. Even kijken, het echt voort. Eigenlijk te veel keuze. Ja, ik moet ook wel zeggen dat nu ik dus zeg maar de shaders aan heb, dat het dan ook in één keer wel... Ja, moet ik nou dit gaan pakken? Match dit? Ik weet het niet. Ik denk dat we gewoon het beste gewoon met Galadrium verder kunnen gaan. Ik ga even kijken naar deze brug. Dit is de allereerste brug die we samen hebben gebouwd met Dennis. Ik vind hem wel nice. Moeten we niet eigenlijk een soort van ook hier naartoe brengen? Naar deze kant. Dus zeg maar dat we de brug die we hier hebben geplaatst, die hele dunne dit stuk zeg maar, dat die gespiegeld aan de andere kant moet komen. Nou, aan die kant? Ja. Nou, een beetje het idee met een boog wel. Maar ik denk dat ik wil deze forse brug ook een keertje een beetje redesignen. Want volgens mij hebben wij toen met houten slabs erin ja, schijnbaar. Ja, want we willen hem dus zeg maar een beetje schuin gaan maken. Dus zeg maar dat hij... Ja, schuin, een beetje schuin, ja. Schuin, gebogen. Oké, we gaan even kijken. Zo. Anders dan klopt het straks niet. En dan zijn we verder van Haas. Zo. Ja. Ik probeer 4 aan te houden en dan weer 3. Ik denk dat het wel prima is zo, toch? Ah, dat kan er wel. Ja. Nou,
Het kan zijn dat er een beetje flikker zit in de... Ah, je maakt jij die kan maar. In de flikker in de schaduw, zoals je nu ziet als ik naar beneden ga en omhoog. Dan krijg je dus een beetje gebukte shaders. Dat moet je natuurlijk niet hebben. Ja, de mijne werkte nog niet. Ik weet niet wat er aan de hand was. Ik kreeg bij mij crashte de mod als ik shaders of hier Optifine erin had zitten. Heb je wel dus... een goede forge? Ja, er zijn maar weinig forges die werken met deze mod. Ja, ik heb op mijn kanaal staat natuurlijk gewoon... Oh, staat gewoon een versie waar je hem kan installeren, hè? Als je dat niet wist. Volgens mij kan je die prima gebruiken, Dennis. Oh jee. Is dat niet wat voor jou? Gewoon eventjes lekker mijn video's kijken, zodat jij lekker de Lord of the Rings kan spelen op je computer. Ja, lekker. Oh, wacht, ik ben met de verkeerde blokken bezig. Ja, wat heb je daar? Dit is de Dwinion, of niet? Nee, dat is High Elven. High Elven. Het lijkt heel... Oh, wacht, ik heb heel die railing net met de verkeerde blokken gedaan. Ach, heren. Dennis, wat doe je ons aan? Het lijkt allemaal zoveel op elkaar, Leon. Kan ik er iets aan doen? Ja, je hebt ook geen tweede hand. Dat is ook even bijna. Want voor de mensen die het nog niet weten, dit is een 1.7.10. Tweede hand? Hoezo tweede hand? Ja, zeg maar dat je je tweede hand, daar kon je een torch vastpakken en dan kon je met de andere kon je blokjes plaatsen. Oké, dus ik ga even wat torches hierop zetten. Ja, Leon, niet zo bij de hand doen dan. Ah! Och, heren. Oh, wacht, hè? 1, 2, 3, 4, 5. Leon, je maakt het wel heel erg ingewikkeld voor mij dat je het weet. Wat dan? Het klopt niet meer wat we aan het doen zijn. Nou wel niet meer. Oké. Okay. Vertel mij wat er niet klopt. Dan kunnen we dat gaan fixen. Dit klopt niet. Oké. Okay. Oh, je wilt hem ook echt gewoon zo hebben. Maar je moet wel nagaan dat hij schuin gaat, hè? Dus zeg maar, hier zal hij wel wat langer worden. Maar dan zal hij bijvoorbeeld hier zal die weer ook wel wat langer worden. Ja, ik moet mijn hele kant aan gaan passen. Och, nee. Wat doe je ons nou toch aan, Dennis? Bernd, kerel. Zo, maar Dennis, vertel eens wat meer over waarom jij deze server bent begonnen. Dan kunnen wij even met een lekker gevoel horen hoe jij dit weer op het padje hebt gebracht. Verveling. Ik had eerst de server eigenlijk alleen maar puur voor mezelf aanstaan. En toen dacht van, weet je wat, het is ook leuk als andere mensen mee kunnen doen. Ja, jij stuurde mij laatst een bericht van, hey, als je nog een server wil, dan kan je toch gewoon deze joinen. Nou, en toen dacht van... Ja, is het wel iets wat ik nu wil gaan doen? Want ik had juist nu een beetje die singleplayer-serie, die loopt nog steeds. Mm-hmm. Misschien dat we dat binnenkort gaan verhuizen. Of in ieder geval aanpassen. Ja, want waar zat je toen ook weer? In de serie zat je toch ook gewoon bij Harad of iets? Ik zit bij Umbar. De Corsairs, ja. Als je op de map kijkt nu, ik zou even scrollen, dan kan je het wel zien. Dat is helemaal aan de andere kant. Nou, daar zit nog niemand. Bij deze claim ik die... Ja, maar ja, je weet het, hè, dat het anders werkt, het systeem. Je kunt niet complete... Ja, het claimen werkt sowieso anders. Je kunt niet een complete biome claimen. Je claimt alleen het gebied wat je geprotect hebt. Ja, en dan moet je continu met banners doen. Dus naarmate je meer banners plaatst, krijg je dus ook meer land. Zo moet ik het zien, toch? Ja, eigenlijk gewoon hetgeen wat gebanner protect is van jou. En de rest is gewoon Harad. En dat kunnen andere mensen bij wijze van ook claimen. Oké, okay. Interessant. Maar het is natuurlijk wel zo dat alleen factions, dus bijvoorbeeld degene die... Het kan niet zijn dat bijvoorbeeld, stel Rivendell grond claimt in Harad of zo. Dat kan dan weer niet. Nee, je moet wel echt in de biome zitten. Dus zeg maar, stel je wilt dus Harad zijn... Ja, maar, het moet inderdaad logisch zijn met je ras. Als het niet logisch is, dan... Ja. Want ik bedoel, ik zit nou met mijn groep in de Iron Hills en ik zit in Khazad-dûm. Mm-hmm. Khazad-dûm, is dat niet in het midden? Is dat niet in de Misty Mountains? Ja. Oké, okay, dus je zou bijvoorbeeld wel in de Blue Mountains kunnen zitten. Je zou kan, ook in... zou kunnen, maar er zijn al andere die er zitten. Dat is echt een groep die op het moment gewoon Blue Mountains als hoofdding heeft gekozen. Oké. Okay. Dus daar zitten hun en ja, dat op zich het werkt zo wel. Ik vind het wel leuk. Daardoor zijn er ook wat meerdere dwergengroepen. Alleen, ja, ik heb voor mezelf nog wel een doel voor ogen van... Ik wil straks wel alle dwergenfactions als één grote faction uniten. Dus dan krijg je ook een soort van... Alle factions kunnen dan zeg maar... Als je bijvoorbeeld vier groepen hebt voor mensen, kunnen die dan zeg maar kiezen van... Oh ja, ik wil eigenlijk die als leider hebben.
Ja, precies. Maar het, weet je wat het is? Zeg maar, je kunt daardoor ook meerdere groepen joinen. Dus het kan ook zijn dat een speler die bij mij zit, omdat hij een dwerg is, zou ook kunnen zeggen van, oh, ik zit ook bij Blue Mountains of zo. Of ik zit ook bij Iron Hills of noem maar op. Want ik heb voor Castle Doom en Iron Hills heb ik wat twee aparte factions aangemaakt. Okay. Dus het kan zijn, zeg maar, dat mensen die in Iron Hills zitten wel naar Castle Doom toe kunnen, maar niet andersom of zo, bij wijze van. Maar ja, Castle Doom wordt wel de hoofdstad. Ja, want dat is ook eigenlijk altijd wel een soort van geweest, toch? Of nou, ja. Wat is eigenlijk trouwens de echte hoofdstad? Was dat niet Erebor? Eerst was het, het ligt eraan in welke age het kijkt. Eerst was het Castle Doom, alleen Castle Doom werd op een gegeven moment overrun door orks. Toen zijn ze vanuit Castle Doom gevlucht naar de Lonely Mountain. Dus toen zijn ze daar eigenlijk begonnen. Toen zijn ze vanaf de Lonely Mountain volgens mij naar de Grey Mountains gegaan. Toen zijn ze uit de Grey Mountains gejaagd door de draken van het noorden. Zijn ze weer naar Erebor gegaan. En volgens mij zijn ze daarna, nadat ze in Erebor weg zijn gegaan door Smaug, zijn ze volgens mij naar de Iron Hills en naar de Blue Mountains gegaan. Maar volgens mij zaten er al wel eerder mensen in de Iron Hills. Maar nog niet zoveel. Volgens mij is die immigratie ook pas weer gekomen nadat Erebor gevallen is. Dus het zit best, ja, het is heel uitgebreid. Hoe vaak heb je nou eigenlijk The Lord of the Rings gekeken en The Hobbit? Te veel. Te vaak. Ik heb hem nou, The Hobbit heb ik op 3D liggen thuis, alleen ik kan hem niet kijken, mijn tv is oud. Dus ik moet een keer een nieuwe tv kopen. Dat is wel zwaar pijnlijk, man. Nou, ik heb hem in ieder geval, dus als ik een keer gewoon een goede tv heb, kan ik hem kijken. Maar je zal hem niet, je wilt hem ook nog wel een keer gewoon toch even kopen of zo, dat je hem zeg maar gewoon op je computer kan kijken. Oh nee, maar dat kan ik ook. Ik heb zeg maar de box die ik heb van The Hobbit. Mm-hmm. Dat is 3D en ook gewoon Blu-ray zit er ook in. Blu-ray. Het is zo'n hele grote doos van, weet ik hoe, ja, best wel flink. Maar ik heb voor het heel veel series en dingen allemaal voor het op DVD thuis liggen. Okay. Marvel heb ik ook bijna helemaal compleet. Ik moet nou nog wachten tot Endgame door de brievenbus komt. Die ga ik een keer gelijk weer opnieuw kijken. Maar, hoort dat? Wij zijn toen ook een keer samen naar een film geweest. Maar welke was er nou? Was er nou echt, fuck. Wij waren niet naar Endgame geweest, maar die ervoor was, toch? Infinity War? Nee. Ja, nee, we waren samen naar een Marvel film geweest. Ik weet alleen niet meer welke. Ant-Man and the Wasp? Nee, dat was hem niet. We zaten toen al die films bij mij thuis te kijken weer. Stiekem heel illegaal. Dat moeten we niet zeggen, want dan komt de politie straks bij ons op de mat. Nou, alleen ik weet niet meer welke dat is geweest toen. We zijn wel naar een Marvel film geweest, maar ik weet het niet meer. Thor misschien, Thor Ragnarok, dat we die toen voor de tweede keer hebben gezien. Oh ja, dat kan wel, ja, want ik heb die film 3 keer in de bioscoop gezien. Ja, volgens mij hadden wij die samen gekeken. Ja, die was echt geweldig. Ja, die humor is gewoon zo. De Immigrant Song is wel een fijn nummertje, hoor. Oh, geweldig. Blijft een van de beste Thor films. Ja, het is de beste Thor film. Dat wil ik nou. Ik vind die stenen man met dat accentje vind ik super grappig. Hi, my name is Cork. So you can see, I'm made of rocks. This is Meek. He has hands made of scissors. Little paper scissors joke right here. geweldig. Ja, ik werd echt super goed in quotes, man. Dat is wel echt wel een dingetje geweest. Ja, je hebt ook, ik vind nog steeds de mooiste quote die Cork maakt, zeg maar. Dat is in Endgame, zeg van, hey, Thor, this kid is screaming to me again. Oh, dat is no, in dat, no, Master 69. I will fly to your house. You little weasel. En dan weet ik wel wat ik nog meer krijg, man. Die tekst ben ik wel. Maar mijn vraag, hè, was die nou echt zo dik? Of hebben ze dat eigenlijk met een soort van CGI gedaan? Nee, ze hebben een fatsuit aangedaan. Oh. Maar die kerel is niet in het echt zo dik. Die kerel die sport iedere dag. Ja. Dus maar hij leek echt super dik in die film. Dat was best wel realistisch. Ja, maar dat is gewoon zo'n vetsuit. Want al die dwergen met de Hobbit-films, die hadden ook allemaal vetsuits aan, nog onder het armor. Die waren ook niet zo dik. Die hadden ook allemaal vet. Die dragen gewoon heel de dagen vetsuits. Dus weet je wel van. Volgens mij val je er meer van af dan dat je daadwerkelijk vet begint te lijken. Precies. Oh, wauw. Dat is pittig accuraat. Yes.
Ondertussen hoor ik een ambulance bij mij op de achtergrond. Ja, gaan er ook nog gebeuren er gevaarlijke dingen bij jullie in, de, in het dorp? Valt mee. Er gebeurt hier eigenlijk niet veel spannends. Weet je dat ik laatst nog voorbij jouw huis ben gereden? Of in ieder geval bij de snelweg. Want ik weet nog wel, toen ik bij jou was die keer... Ja. Dat we toen... hoe heet dat? Dat we toen langs jullie kwamen... Of dat ik via de snelweg, zeg maar... Naar jouw woonplaats toe ging. En op een gegeven moment, ik zag die afslag. Ik dacht van, oh, we moeten daar weer langs. Demi zat bij mij in de auto. We gingen toen naar de Dutch YouTube Gathering. Slechtste besluit ooit. In Den Bosch? Ja. Hoe ben je gereden dat je maar langs mijn huis bent gekomen? Dat is best raar. Waar ben je om? We kwamen vanaf de noordkant, volgens mij, aan. We waren via Ede geweest. Ja, ik weet niet hoe je dan rijdt. Maar dan ben je niet over de... Als ik altijd naar jullie toe rijd, of in ieder geval richting Enschede, Achterhoek, Heldermuik, rijd ik altijd over de, is dat de A5? Ja, we hebben wel een omweg gehad, want we gingen via Ede. Ja, dan ben je heel erg omgereden volgens mij. Mag ik even zeggen dat deze brug er best wel aangenaam uitziet, heer Lord Roughness, want je wordt ook aangesproken. Roughness, ja. My lord, staan de gates open in de overworld. Ja. These gates are open. For everyone. Ja, nee, dat komt omdat ik heb in de overworld zit een gate, zeg maar, waardoor mensen, zeg maar, niet zomaar, als ik hem dichtzet, kunnen er geen mensen eigenlijk op de wereld komen. Oh ja. En dat had ik in eerste instantie echt gedaan om alles een beetje in de gaten te houden, maar nou denk ik van, ja, weet je. Ja, want we hebben op dit moment, even kijken, 3 keer 5 plus 1 is 16 spelers, inclusief wij zelf. Dat is al wel aardig wat, als je het zo optelt. Ja, op het moment wel. Het zijn er echt heel erg veel. Kijk, nou net als nu, de joint ook weer een nieuwe speler volgens mij. Want die heb ik eigenlijk ook nog niet eerder in zien loggen. Maar ja, ik weet, ik heb gisteravond gestreamd en daarna was ik offline. En weet ik veel wat er in die tussentijd eigenlijk allemaal gebeurd is nog. Ja, ik heb vandaag jouw stream teruggekeken op mijn werk. Ik heb hem, zeg maar, dan doe ik mijn telefoon in mijn broekzak en dan luister ik mee. Ja, dat is echt lang geleden. Dat was sowieso, weet ik, weer 4 maanden geleden of zo dat ik weer gestreamd had. Ja. Maar ja, dat is bij mij het standaard. Het is altijd heel lang, niet heel lang, wel achter elkaar en dan, ja. Als je dan weer zin hebt, dan kan het gewoon weer prima. Ja, als ik zin heb en tijd ook. Het is echt... September is zo'n extreme maand voor mij nou. Want ik heb letterlijk toen straks gekeken naar mijn planning. En het is gewoon letterlijk dat iedere dag, gewoon ieder weekend, staat er op zaterdag en zondag gewoon iets ingepland. Dus het is eigenlijk gewoon ontiegelijk druk. En dat is eigenlijk, soms is dat leuk, maar het kan ook echt heel erg irritant zijn. Dat geloof ik best. Ja. We hebben er mooi weer bij trouwens. Volgens mij zijn we gedoemd. Wist je dat ze daar een command voor hebben uitgevonden? Is dat zo? Weather clear? Werkt dat? Nee, andere command. Weather clear is weer een... Het is gewoon... Zie je? Toggle downfall. Het wordt gewoon droog. Lol. Dennis klapt één keer in zijn handje zo. Kijk, iemand is vermoord door Gandalf. Lol. Wat? Hoe staat dat? Oh ja. Wow. Wat een vent. Wat een guy. Ga het er niet doen, man. Ik ga het even zeggen. You fool of a took. Ja. Fool of a took. Wow. Nou jongens, als jullie dus straks gewoon Rivendell binnen willen komen, dan kunnen jullie dus gewoon hier straks de brug over. En dan denk je, holy shit, wat is dit toch mooi. Want... Oh, kut, ik heb de verkeerde brik. Zie je? Ja, ga je nou ook al? Het is echt klote, hè? Lijkt heel veel op elkaar. Ja. En ik ben al flink aan plaatsen geweest, Dennis. Mm-hmm. Dus moet ik even weer allemaal corrigeren. Als ik het nou weer kan zien dan. Ja, okay. het is echt dat... hoe noem je het? De High Elven Brick, die heeft meer lijntjes. En de Galadrim, die heeft van die golven erin zitten. Dat is denk ik eigenlijk echt het grootste verschil. Ja. Maar ja, we bouwen eigenlijk met een blok die officieel niet uit deze realm komt. Maar het sluit net wat beter aan met wat we hebben geplaatst. Vooral, ja, niet alleen dat, maar vooral de daken. Daar is dit echt ideaal voor. Het is mooi zacht ook. Het is een hele romige kleur, zeg maar. Nou, het voordeel is wel, want weet je nog, we zeiden toen al van dat we ook nog blauw en alles door de daken heen moesten gaan doen. Dat gaan we nou nog ooit wel doen, maar dat doen we aan het einde. Mm-hmm. Ja. Want we moeten er straks blauwe kleuren en alles in gaan stoppen.
Maar dat zijn de. Maar dat kunnen we dan mooie kleedtiles voor gebruiken die in de mod zitten. En dan hoeven we niet eens de dingen te gebruiken. Dwarvenbrik of zo, gewoon de klee. Lichtblauw of zo. Ze hebben toen, die zijn later pas ingekomen. Volgens mij. Dan dat wij er eigenlijk altijd aan bezig zijn geweest. Nou, volgens mij heb je wel gelijk, maar het staat mij iets in mijn hoofd bij dat we dat ook nog een keer hebben toegepast bij. Minas Morgul. Nee, Minas Morgul. Oh ja, Minas Morgul. Wie had dat toen gebouwd ook alweer? Dat hele. Ik hè? Zover we waren gekomen, heb ik het gebouwd. Maar we waren niet zo ver gekomen. Ik weet nog wel, toen ik aan. Toen de tijd, toen bestond King Wars nog. Ja, maar daar begon het allemaal. Toen deed Aaron ook nog mee, weet je? Ja. Toen is ook van de aardbonen verdwenen. Ja, die Zuidvoortmeer. Die is de kroegeman geworden. Ja, wat heb jij nogal veel in het weekend dan? Of hou je het nestje warm? Was vanaf december, afgelopen december, eigenlijk wel in één keer heel veel. En nou heb ik een vriendin en nou is het eigenlijk helemaal niet meer. Ja, want hoe heb je haar ontmoet? Ja, helemaal niet meer. Ken haar van vroeger, van basisschool uit eigenlijk. In één keer was er een vriendschapverzoek op Facebook. En toen was wel, weet je wat. We gaan ervoor. Dan ga ik even berichtjes sturen. Ja. Het een en het ander, ja. Toen een keer op daten, ja. Op een gegeven moment, een week of drie later. En toen hadden we een keer. Drie of vier weken was het volgens mij. Wil je dit overdekt maken trouwens? Ja, dit is ook zo typisch elven. Om altijd die boogjes. En ik wil dat bij deze brug wel doen. Want dat weet je wat, gewoon leuk. Ja. En dan bij die andere. Bij die hetzelfde? Ja. Nee, niet precies, maar het is, weet je, dat geeft wel een leuk effect. Ik ga even meekijken hoor jongens. Jullie kunnen nu allemaal zien hoe Dennis hier aan het bouwen is. We zoomen in op zijn gedetailleerde plaatsing skills. Hij heeft zijn schildje aan. Ja jongens, ik plaats gewoon fucking ventjes in een boogvorm. Wow. Want we doen dat met maplewood. Of maple moet ik zeggen. Ja, dat is heel mooi wit. Dit past echt heel goed. Alleen dit is, volgens mij heb je toch ook dat. Oh nee, wacht, dat schild. Dat hout trouwens. Dat wat uit Galadrim dinges komt. Is dat zo? Ja. Zullen we de brug trouwens een beetje aankleden op een paar? Oh, je wil er echt een dak op maken. Ik dacht gewoon zo boogjes laten. Gewoon open boogjes. Dan met een beetje leaves eraan of zo. Ja, lichtelijk. Maar dan moeten we even kijken hoe we dat mooi kunnen doen. Want als je te vol gooit, is weer niet mooi. Ja. Maar even kijken, wat zijn leuke leaves, zou ik zeggen. Volgens leaves. Mij sowieso maple. Dat rode is wel heel gaaf. Oh. Large is wel weer heel groen, maar op zich past dat er volgens mij ook wel bij. Large, ik zou juist een beetje wat zachtere kleur doen eigenlijk. Aspen is heel licht. Vind ik niet echt bij de kleuren weer terugkomen. Kijk eens naar olijven. Is het niet iets te geel? Misschien, kijk eens bij deze. Misschien dat het wat meer erbij past, maar... Of nou, trouwens, ik denk dat jij large op zich nog wel kan, ja. Die is nog niet heel donker. Nee, maar... Green ook wel, trouwens. Even kijken waar green ook wordt. Maar die large, dat kan er prima doorheen. Dat zou je ook een beetje hier zo echt omheen kunnen doen. Zo. Ik moet alleen nog even een combinatie vinden voor... Is dat date? Ah, Leon, kijk eens. Deze, die is leuk. Die twee combineren lekker. Ja, de date en large. Ja, zeker. Zullen we dan die rode hier nog niet doen of wil je dat wel doen? Nou, ik zou de rood niet te veel doen, want die wil ik vooral met bomen ook heel veel met rood. Ja. Ik denk dit vooral een beetje groen. Gewoon groen. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Dat is wel een goeie op zich. Dan zal ik deze muur soms nog even een paar sters tussen douwen, dat het een beetje afgebrokkeld lijkt. Maar niet gelijk ook te overdreven wordt. Het wordt een lekker groenige... Ja, lekker natuurlijke ingang, zeg maar. Dat je wel echt het gevoel hebt van, nou... Ja, nou hier zitten elfen, te denken. Je zou gewoon spontaan geen vlees meer willen eten als je hier komt. Nou, daar heb ik toch echt geen last van eigenlijk. Nee, toch niet? Nee. Heb je eigenlijk ook mooie bosjes hierin? Zeg. Dan ben ik te dwergachtig voor, denk ik. Die zeggen ook van, where's the meat? Where's the meat? Give me meat.
Oh, extended in Rivendell scènes. Ik weet niet of je die ooit gezien hebt. Ja, ik heb een paar gezien. Dat ze letterlijk de stoelen afbreken en gewoon kampvuur stoken binnen in Rivendell. Dat is echt geweldig om te zien. Ik wist eerst ook niet dat die scènes bestonden. Ik moet wel zeggen dat je echt de Leafsplaats koning bent. Het is dus zo echt van, dat heb ik wel gemist. Dat we dan, als jij zeg maar Leafs plaatst, dan kan ik ook gelijk weer zien van, oh ja, dit is Dennis. Dit is Dennis, hier, ja. Dennis is de Bosjeman. Ik heb te veel aan kanten gezeten, sorry man. Ja. Maar hoe bevalt het eigenlijk Kingdom? Want ik heb die, ik had volgens mij jouw show around, of wat was dat toen? Ja, de, hoe heet dat, tour. Ja. Ja, wordt wel gekke shit neergezet hoor. Zeker waar. Oh, ik wil even wachten. Je moet even iemand peksen. Nee, tp'en. Of bij de groep zetten. Ja, oké. Okay. Ik doe spelers altijd de eerste keer tp'en. Want dat mag gewoon. Dan hebben ze in ieder geval, hoeven ze niet dat pokken aan te lopen. En dat scheelt meestal een boel inladen en alles van de map. Dat het nog niet te overdreven wordt. Al vind ik toch, want we zitten nou met 17 man op de server. Dus ik vind het toch eigenlijk best wel netjes. 17 man hoor. Nou, dat gaan er binnenkort wel meer worden als je ook naar deze afleveringen kijkt. Precies. Het wordt een mooie lange aflevering. Ja, en mensen moeten gewoon even geduld hebben als jullie het kijken en jullie zitten in de Discord. Even geduld hebben met joinen. Want ik werk gewoon en ik kan pas na 5 mensen peksen. En er zijn ook andere mensen die kunnen doen. Maar als je bewijs van een eigen groep wil maken of je wil een faction joinen, zul je toch eerst aan degene die de faction beheert moeten vragen of je erin mag. Dus ja, zodoende. Nee, zo zie je het maar net. Ik denk dat we op het midden van de brug gewoon geen Leafs doen. Ik denk niet dat de rijk van het groei zeg maar zo ver komt dat het in het midden ook zit. Ik denk wel inderdaad bij jou, bij de brug, waar jij nou ook aan het doen bent. Dat het daar maar niet is. Verder dan dat, ben ik helemaal met je eens. Ja, een beetje de logisch. Ik bouw voor te veel logisch. Ik zoek te veel op. Maar ja, dat geeft ook wat meer gevoel aan de brug zelf. Want anders dan heb je een brug gebouwd, maar dan zitten er te veel Leafs aan, waardoor zeg maar de visie van de brug snel wegvalt. Ja, zullen zomaar denken, het is geen invasion. Het is niet een zombie map die door de duizenden jaren heen gewoon zo vol is gegroeid dat het gewoon niks anders meer is. Ja. We hadden dit ook eerst zo gemaakt dat dit kon worden besieged, maar tegenwoordig... Ja, ik moet even kijken hoe we dat gaan doen. Ik denk dat we op de server met events gaan werken. Als we hebben over bijvoorbeeld Rivendell Conqueror of... Weet je, dan worden er speciale dingen geregeld dat zo'n plek overgenomen kan worden. Want dat willen we wil ik met Erebor sowieso doen. Want Erebor, dat is een stronghold die kan straks door Good or Bad overgenomen worden. Het zal natuurlijk wel zo zijn dat er maar bepaalde factions zijn die het over kunnen nemen, dat het nog logisch zou kunnen zijn. Dus het zou bijvoorbeeld alleen kunnen zijn dat alle dwergen factions het kunnen overnemen. Dus dan praten we nu eigenlijk over de Mijngroep en de Blue Mountains. Mhm. Of dat bijvoorbeeld Rune zou kunnen. En gewoon een Orc of Goblin faction. Dan maakt het dan niet uit. Bijvoorbeeld Dol-Guldur zou ook kunnen. En Goblin Town zou ook kunnen. Want dat zijn allemaal Orcs. Maar bijvoorbeeld niet Harad of... Mordor is denk ik dan ook weer net te ver. Het zullen wel factions net als Misty Mountain factions... qua Orcs en alles moeten zijn. Okay. Want een beetje dat het nog lore-wise logisch zou kunnen zijn dat die faction het zeg maar bezit. Niet dat, jongens, Erebor kan overgenomen worden. Een week later is Erebor van elfen. Dat zou heel erg raar zijn. Ja, het is wel zeg maar een beetje good-bad verhouding. Ja. Nou Dennis, klinkt interessant. Wat gaan we nou nog toevoegen aan de brug? Want wat denk jij? Ik vind hem eigenlijk zo wel aardig mooi eruit zien. Ja, ik denk dat we nog iets met het stukje pad wat ervoor ligt nog even... Ja, we kunnen hier nog wel een beetje een trapje opmaken, zeg maar. Ja, maar ik bedoel hier inderdaad dat die wat slaps en dingen... Volgens mij, dat is het voordeel aan de Lottermod. Die heeft letterlijk van alle blokken, dus ook de steensoorten, ook gewoon slaps. Ja. Zie je? Dus je hebt ook dirt road slabs. Die hier ook in zitten. Ja, ik ga het een beetje wegslaan. Dan kan jij het wel eventueel plaatsen. Ja, ik moet heel even kijken. Want ik moet ook nog een beetje balans in. Ja, een beetje feeling hoor. Een klein beetje maar, Dennis. Dan is het wel prima. Zo, oh. Een beetje chalk. Kijk, want hier loopt het net iets te snel op. Ja, maar dan krijg je als je het met World Edit neerzet. Dan wordt het meestal, dan heb je nog wel snel de kans dat het te stijl is, inderdaad.
Maar ja, dat is interessant. Het is natuurlijk ook weer zo dat er nu de build die nu ingepaced is, dat is natuurlijk een build van, ik wil niet eens weten hoeveel updates geleden eigenlijk. Ja, het is al wel een tijdje terug. Ja, een tijdje. Het is best wel heel erg lang geleden eigenlijk. Dus ik wil het eigenlijk nog niet eens gaan uitrekenen van wanneer dat ding is. Best lang geleden, weet ik wel. Het gaat terug in onze harten. Nou, dat zullen we zien. Nou moeten we hem afmaken. Ja, dat gaan we zeker doen. Ja, nou moeten we het behalen inderdaad, Leon. Niet te vroeg juichen. We moeten het eerst nog doen. Ik heb het gevoel dat het goed gaat komen. Ja, ik hoop het. Want nu gaan we toch weer de koude tijden tegemoet, Dennis. Dus dan kunnen we allemaal weer lekker rustig op onze computer in het weekend. Maar ja, ik heb nog steeds een... Dat kost tijd. En de koude tijden, dat zijn meestal ook weer de tijden dat ik meer de kroeg in kan gaan. Want nou is het festivalseizoen en ik ga niet overal mee naartoe, zeg maar. Want ja, ik heb ooit een keer een weekend met die gasten gewoon iedere dag meegegaan. Maar ja, toen zag ik aan het eind van de maand mijn portemonnee. Toen dacht van, weet je wat, laat me zitten. Dan moet ik er geld bij gaan leggen, zeg maar. En ik werk niet zwart. Dus ja, dan tikt het niet zo hard aan. En dat is bij andere mensen dus wel. En sommigen zijn boer en dat is allemaal anders. Dat is niet zoals Timmerman. Ja, we moeten het doen met de centjes die we netjes aan het eind van de maand krijgen. En de spaarrekening plunderen is ook altijd zo heel een beetje jammer. Mm-hmm. Maar ja, hoort erbij. Het liefste doe ik dat niet. Het liefste schrijf ik iedere maand zeg maar gewoon geld. Van de normale betaalrekening, ja. Ja, dat probeer ik in ieder geval wel. Maar ik ga met mijn loon nog omhoog. Dus ik moet nu nog 6 dagen wachten op mijn eerste loonstrookje. Van deze... Zo lang nog, ja. Ja, nog 6 dagen. Dat is altijd de 26e. Dus... En als bij ons geld... is het 23ste. Bij mij is het nou zo dat als mijn loon dadelijk binnen is, dan ga ik gelijk ga ik een nieuwe telefoon kopen. Geen iPhone, hè? Nee, ik ben de iPhone beu. Ik ga een Oppo kopen. Een Oppo, ja? Een Oppo, ja. Precies. Oh, wow. Dat zijn best mooi, wel... Ja, dat zijn best goede telefoons. Dus dingen zijn ook gewoon 128 gig. Dus ja, doe ik het wel voor. Nou, Dennis. Mooi. Ik kijk zo naar die brug en ik denk van, nou, we houden het hier maar even bij. Volgende aflevering gaan we toch wat dieper de mooie stad, of ja, het huis in. Het is natuurlijk geen stad. Maar je kan er in ieder geval nu vanaf de bergen kan je er weer fatsoenlijk inkomen. Dus de doorgang is er, nou de rest nog. Ja, Dennis, kom. Oh ja, ik was even heel leuk dit aan het doen. Hij is nog beter aan het bouwen. Hij zet de bloemetjes buiten, hoor. Ja, maar weet je wat het is? Bloemetjes, hè? Je kunt zeggen wat je wil, maar het kleedt nog wel echt veel meer aan. Ja, zeker. Nou, dan kijk ik nog wel even mee, want... Tjongjonge, hé. Is toch even wennen dit, hoor? Ja, mij zien bouwen, ja. Dat is in de snap ook wel dat wennen is. Dus ik kan hier ook alleen maar van leren. Kijk, ik weet nou precies... Oh nee, daar gaat mijn torch. Ik weet nog precies hoe Dennis de bloemetjes buiten zet. Ik zei, hij zet hier een bloemetje. Ja, ik geef ze alleen geen water. Laat ze maar afsterven. Ah, je hebt geen plek meer voor bloemetjes. Ja, nou. Ik ken me even voor je. Ja, wacht. Waar is hij, Leon? Ik kom erbij staan. Zo. Hup. Yes. En hup. En ja. Ik hou je bloemetje vast, Dennis. Dennis, mag ik jou bedanken voor de deelname. Zeker, geen probleem. Ja. Mensen, willen jullie dus ook op deze server gaan spelen? Kijk dan in de beschrijving. Linkje staat erin. Join de Discord. Zorg voor een rankje. En wie weet speel jij hier ook wel. Dennis, dankjewel. Linkje van zijn kanaal staat natuurlijk ook in de beschrijving. Oeh, hi. Ja. Oh, Dennis, jongens. Kom op, hé. Gewoon op abonneren. Kijk dan. Hij bukt lekker, hoor. Dat kan niet goed. Dit is een schildje. Dit is dwerglengte. Ja. Oh, ja. Sorry, kom ik wel boven uit met mijn helm. Yes. Ik ga me binnenkort ook pletchen. En willen jullie meer zien? Doe dat duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk op Watch Digger. En tot de volgende aflevering. En wat zeggen we dan altijd? Hotman! Hotman, ja. Kijk, die weten we nog. Later.